we hadden een familiebedrijf op de kermis. En bij ons was het dan van, kun je niet leren? Dan ga je me helpen. Dus ik had leren werken met mijn handen en niet geleerd om te lezen en te schrijven. Ik ben José Brunselaar, ik ben 59 jaar oud en ik ben taalambassadeur sinds 6 jaar. Op mijn 53ste heb ik leren lezen en schrijven. En toen kwam ik erachter bij de gemeente dat ik de formulieren niet in kon vullen. En dus heb ik gezegd van ik kan het niet. En toen kon ik naar een leslokaal op locatie en daar heb ik leren lezen en schrijven. Ik kan lezen, ik kan schrijven, maar ik heb moeite met begrijpend lezen. Ik was 7 jaar oud, toen mocht ik kaartjes ophalen op de draaimolen. Ik was 10 jaar oud, stond ik al in de schietent. En door het werken ging je iedere keer afstand nemen van de taal. Want als er brieven of iets binnenkwamen, deed mijn vader het of mijn ex-man die deden het. En ik deed wel altijd zorgen dat ik het niet hoefde. Ik ben de ples gegaan in Maurik. En daar werd ik met warme armen ontvangen. Het was gewoon aan tafel met de koffie en een bakje thee. En ja, het leren op jouw niveau werd opgepakt, op jouw niveau, op jouw tempo. En toen zei ik ook met mijn grote mond van, als ik moet leren lezen en schrijven, wil ik ook een smartphone kunnen bedienen. En daar hebben we aan gewerkt. Ik heb eerst taal gehad. En na een half jaar hebben ze me geleerd om ook een smartphone te bedienen. Kijk eens, ik... Grote smile. Ik zet mijn eigen in voor mensen die er ook moeite mee hebben. Ik ben super trots op dat ik de gelegenheid ervoor krijg. En ik zit nu bij diverse universiteiten om de moeilijke woorden uit de brieven te halen. En ja, hier in Tiel bij de innovatiekamer. En je krijgt zoveel eer van je werk om te zeggen van, kijk, hier heb ik aan meegewerkt. Ik zou zeggen, neem die stap, durf die stap te nemen, want het is vooral belangrijk, vooral in deze tijd, dat jij kan lezen, dat je mee kunt en dat je ook een stap durft te wagen op de mobiele wereld, want er gaat echt een wereld voor je open. Als ik kijk naar 6 jaar geleden, van dat ik het niet kon en wat ik nu bereikt heb, ben ik super trots op mijn eigen. De wereld gaat voor je open. Je durft ook veel meer naar buiten te gaan. Eerst bleef ik echt binnen van, oh nee, want het is heel onbekend. En nu, ik rij zo heel Nederland heen. Ik heb zo mijn zinnen gezet en ik vind dit zo'n goed doel om dit te behouden. En dat ik er ZZP'er in wil worden om anderen te gaan helpen. En voorlichting te geven bij bedrijven. En die is heel belangrijk, dat als je ergens komt en je zegt van, sorry, maar ik kan het niet, dat je gelijk niet weggestuurd wordt. Dat die mensen getraind worden, dat ze zeggen van, wij kunnen u helpen, u hoeft uw eigen niet te schamen, gaat u zitten. En dat wij tot een samen een oplossing komen. Dat is mijn doel.